als je altijd een kater hebt, werkt het ook niet echt mee. Dat heb jij zoals in de seks met een kater. Ja, echt. Ja. Ja, want dan staat je brein half uit en dan kan je helemaal Lekker zien. zin. Dit is dan weer. Dit is dan weer het verschil. Want ik heb bijvoorbeeld echt die intimiteit nodig en die liefde en die voel ik niet als ik een kater heb. Maar jij denkt gewoon hoofd uit en. Gaan met die banaan. Spuiten en slikken de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hey allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Spuiten en Slikken de podcast. Ik ben Diva en ik ben met Roos. Hi! En Rolf. Zullen we elkaar stemmen overnemen ja, voor is deze podcast? Ik ben Rolf, ik heb maar één emotie. <laughs> Het is ongeïnteresseerd. <laughs> Hey, uh, leuk dat jullie er weer zijn. We hebben vandaag weer een heel interessant onderwerp. We gaan het namelijk hebben over libido. Yeah, 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 yeah. yeah. Hoe gaat yeah. het met jullie libido? Goed, denk ik. Ik denk goed. Goed. Goed, lekker, gewoon krijgen. lekker veel zin. Oké. Okay. Ja. <laughs> en jij, Roos? Goed, stabiel. Goed, stabiel. Ja. Oké, okay, nice. Goed om te horen. Ja. Hebben jullie nog wat leuks te vertellen, even? Een, uh, een leuk verhaaltje, een, een gekke ervaring, een uh, lijpavontuur waar we de luisteraars blij mee kunnen maken. Ik ging voor het ja. eerst naar een bierfestival. Wat? Ja. Ik vind het niks voor jou om naar een bierfestival te gaan. Dat klopt. Maar ik ging uh, ik wilde met twee collega's buiten werktijd. Wist je wel dat alcohol ook drugs is? <laughs> Wist je dat? dat is de, de line nee, die jij elke dag zegt. Wisten jullie dat alcohol ook drugs? <totstuk> ja, dat kan blijven. Houden. <totstuk> <totstuk> er gaan Dankjewel. twee onderwerpen om in de Ik vind het mooi dat jullie dit herhalen. Dat, dat is beter. Maar uh, wat hè? Nee, het is ook niks voor mij. Alleen, um, maar ja, eigenlijk, ik, ik, dat denk ik. Maar ik was er nog nooit geweest. Dus ik dacht, dan ga ik het wel proberen. Uh, hoe vond je het dan uiteindelijk? <totstuk> <totstuk> ja, sorry, ik vind het gewoon heel misplaatst dat jij erheen bent gegaan. Ja. Nou, weet je, het was echt heel lekker weer. En, dat vroeg ik niet. Dat, maak, dat maakte het gewoon heel leuk. Kijk, Kijk, veel... En er was voetbal die dag. Oh. Kijk, en dat wow. vond ik mooi om te zien. Want dat zijn gewoon twee krachten die je dan samenzet. Heel groot scherm. Allemaal mannen. En die waren eerst fucking lam. Hè. Echt gewoon heel erg lam. En toen kwam het volkslied op. Bam, nuchter. Wil we'll helm. Met een fucking serieuze blik. Zo serieus heb ik echt die mannen en nooit gaf gezien. Gaf het je een ik? Niet normaal. Het was doodeng. Het was doodeng. Holy shit, echt die passie die naar boven kwam. Ja, vind ik wel mooi. Vierigheid. Bloed serieus. En als, oh, en, um, als ze scoorden, dan gingen ze elkaar ook helemaal mensen die elkaar niet kenden, zo innig zo vast houden. En zo. Uh, dat was in de ogen gekeken van iemand anders. Ik vond dat zo bijzonder. Ja, maar dat zijn Zien. alle emoties die ze twee jaar lang <laughs> hebben onderdrukt. Dat komt er allemaal uit bij een voetbaltoernooi. Ja. Roos ging mij de volgende dag uh, dan uitleggen wat ze allemaal had gezien. Yeah. En ik heb, denk ik, nog nooit iemand zo over voetbal horen praten als jij. Wat <laughs> bedoel je dat ze meer maar, de mensen observeerden? Maar waarom gaan ze niet gewoon allemaal in het goal staan? <laughs> dan, kunnen, dan kunnen ze toch niet scoren? Echt dom. <laughs> <laughs> niet allemaal, maar gewoon meer. Blijkbaar en, mag dat. En waarom rent de keeper niet gewoon met zijn handen <laughs> naar de overkant? <laughs> nee, dat is <was> eigenlijk... <laughs> Wacht, maar, wow, dat is een vet goede vraag. Mogen er andere spelers ook in het goal staan naast de keeper? Ja, blijkbaar. Dat wist ik nu. Weet je wat ik ook niet wist? Nou, expose ik mezelf. Ook? Ik kijk gewoon nooit voetbal. Maar toen was het pauze geweest. En toen was blijkbaar het goal omgedraaid. Ja. Ik, dus iedereen helemaal zo, no. En ik zo, uh, en toen voelde ik me echt een of andere natie. En toen bleek het goal omgedraaid. Ja, maar, dat hadden ook, ze niet verteld. Maar dan nog een je toch wel zien welke... Shirtkleurtjes scoort. Nee, ik let er gewoon echt even op. Rechts. <laughs> je had gewoon één focuspunt. Maar ik heb echt veel geleerd hoor. Nee, ik heb echt, ik weet niet wat buiten is. Ga je vaker? Is. Ja. En je niet? seizoenskaart nu? Nee, waarom niet? Weet je trouwens dat te veel bier drinken slecht is? Voor die bier? Ja, oh, echt? Te veel wel. Ja, Te nou ja. is ja, nooit goed. Omdat je ergens op de grond ligt dan. Wat ja. wat bedoel je. Ja, nee, laat maar. Ah, is het echt zo of niet? Of uh, verzin je dit gewoon? Nee, 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 we gaan straks allemaal hebben uh, wat, hoe je libido omhoog krijgt. Wat het precies is. Oké. Okay. En ja. Um, yeah. Maar die legt me even uit dan. Wat, wat is een uh, libido? Ja, wat verstaan Eens jullie libido. onder libido? Ik zou zeggen zin in seks. Dat wilde ik ook zeggen. Oké. Okay. Of uh, intimiteit. Gel. Gel, ja, het. Um, nou, het libido staat voor het verlangen naar seksualiteit, oftewel seksdrijf. En dit verschilt per persoon en kan ook per persoon in periodes verschillen. Dus het is niet zo um, dat jij de ene keer denkt van oh, ik ben mega, ik moet fucking neuken. En dat dat soort van jouw maatstaf is voor de rest hmm. van je leven. Het verschilt per persoon en het kan ook in periodes verschillen. Maar ik heb vaak het idee dat er in relaties of op um, bepaalde... Een soort van druk voelen om zich aan bepaalde maatstaven te houden, van hoe vaak ze seks hebben per week en wat normaal is en wat niet, mm. um, dus vandaar dat ik het interessant vond om hier een podcast aflevering over te maken. Ik ben benieuwd hoe jullie dat allemaal ervaren. Um, en ik heb een stelling daaruit gedaan op onze insta-stories, oh. hoe vaak mensen seks hebben. Wow. Oh. Ja, dus ik ga jullie even laten raden. Oh, dat vind ik leuk. Um, even kijken hoe vaak mensen gemiddeld. Seks hebben per week? Nou, we hebben dus een poll gemaakt en daar hebben we in staan. Um, we willen eerst weten hoe vaak heb jij seks? En dat is eerst optie meerdere keren per week, dan ongeveer één keer per week, maandelijks één keer per jaar of minder. Wat, hoe is dat bij jullie? Maar is dan seks met een partner bedoel je? Ja. Nie niet met die, jezelf. Oh, je bedoelt niet masturbatie, nee, ja. gewoon seks met partner. Seks met partner, hoe vaak? Uh, gemiddeld... Wacht, even denken. brein oh de uitstaan, mag Nee, je hoeft het alleen nog maar voor jezelf te oh. beantwoorden. Hoe maar vaak ik heb jij seks? Oh, is het meerdere keren per week, ongeveer één maar keer per week? Maar het verschil tussen als ik een partner heb en als ik geen partner heb, is wel echt groot. Partner. Als ik een partner heb, uh, ja. dan heb ik wel veel meer seks dan als dat niet zo is. Hoe vaak heb je ongeveer seks als je een partner hebt? Als ik een partner heb, denk ik twee à ah, drie keer per week, zoiets. Dan heb je het over het begin van de relatie, denk ik, twee à ja, drie keer per week. Ja, nee, dat was wel vrij, denk ik, wel een beetje het ding. Tot en soms in periodes natuurlijk oh. ook minder, maar ik denk dat dat wel een beetje gemiddeld is. Oké, okay. ja. oh, maar je had is dus wel echt periodes waarin het minder was. Soms hadden we even wat minder seks. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay, daar gaan we het straks nog over hebben. Nice. En, um, heel leuk. En zonder. <laughs> ja, fijn om het daarover te hebben. Ja. 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 En Zien zonder ook... partner, hoe vaak heb je dan ongeveer seks? Ook een hele leuke vraag. Als je gewoon in het rond neukt. <laughs> <laughs> en ik vind het heel leuk dat jij dit ik heel denk, open uh... wil beantwoorden. <laughs> ik denk, uh, ja, ik heb uh, wel best, ik heb best seks. Nou, <laughs> en als je dat nou in het in een getal zou moeten uitdrukken. Ik ga het niet in een getal zeggen. Ik dat heb, hoeft ook niet. Het is ja. meerdere keren per week, ongeveer één keer per week maandelijks. Of één keer per jaar of minder. Er zit best wel wat tussen. Meers Dan ga ik voor maandelijks. Julien? Eh? Nee, dat, er zit gewoon geen andere optie tussen okay. in het rijtje. Ja, precies. Maandelijks. Oké. Okay. Okay. Ik één keer per week, maar ik zit in een relatie. Eén keer per week. Partner. En wat vind je daarvan dat jullie één keer per week seks hebben? Vind Leuk. Je het te veel of te weinig? Of... Oh, ik vind het goed. Jij vindt het goed? Ja. Merk wel eens dat hij het te weinig vindt? Nee. Nee? Oh, nee. dus jullie zitten helemaal op één level. Ah, zo. Nee, dan. Soms heb ik wel... Ah, zo. Ah, zo. Ik heb, denk ik, een hoger libido. Dus ja? ik zou het, denk ik, maar, maar meestal zitten we op één lijn. Maar, maar als het voorkomt dat iemand het wil en de ander niet, dan is het vaker ik. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, mooi. Want dan gaan we door naar de volgende stelling. Oh, dat gaat oh. snel. Ja, ik ga straks. Nee, zou ik even de uitslag doen nog? Ja. Ook leuk. Oh, ja, tuurlijk. Mag ik nog raden ook? <laughs> nee, maar okay, dit was een bruggetje. Niet. Oh, maak hem. Nee, want ik moet ook nog de uh, uitslag. Ja. Ik ben in de war. Oké, okay. de uitslag. Ik denk dat mensen gemiddeld uh, één keer per maand seks hebben. Ook ik denk dat. Ja? Ja. Nou, ik denk eigenlijk twee keer per maand, maar die optie was er niet. Nou, we hadden dus heel veel stemmen. Uh, we, hadden, we hebben er in totaal nou bijna 2000 stemmen. gelijk. lijp. Um, meerdere keren per week heeft de meeste stemmen, dat is 42%. Wow. Echt wow. Echt niet. Bijna de helft. Die lullen. Die echt <laughs> niet. meerdere keren per week. 42%, ongeveer één keer per week is 30%, maandelijks is 17%. Ik denk dat mensen die er blijst zijn met of, of dat ze denken ja, yeah, die stemmen ja. eerder. Ja, precies. Mm. Oh, dus die mensen die zo zielig één maand één keer per maand oh. seks hebben, die gaan niet zo. Vind je zelf hier zeg je wel. Oh wat. ja. <laughs> Ah. Gaat het? Pauze? Heel zielig. Ja, maar ik vind het wel leuk dat uh, iets minder dan de helft meerdere keren per week seks heeft. Zijn ik er dan zoveel geile mensen die ons volgen? Of zijn ze maar aan het liegen? Ik denk maar als je dat wel meer geile mensen ons volgen, dan, ja, dan een ander programma. Ja, nee. <laughs> ja Meer hier dan bij. Uh... Dat is waar. Kinderen voor kinderen. Dat huh? wilde ik ook je zeggen als je dat ging zeggen. <laughs> uh, Oké, okay, maar. Um, Stelling 1. Ja, hoe kan ik nou dit bruggetje maken? Maar oei, je hoeft geen brug. Het, gaan... het Oké. Okay. Door naar de stellingen. Stelling 1. Zin heb je niet, zin moet je maken. Oh, oh er was zo'n influencer hè, die dat in haar boek had gezegd een keer. Ja? Ik kreeg ze allemaal bekleed. Echt? Ja. Ik zeg dat altijd tegen iemand die niet uh, met me mee naar huis wil. Mm, ja, dat is goed. Zin moet je maken. Grenzen <laughs> verleggen we samen. Ik ga niet over je grens heen. Die, die verleggen, verleggen we, we samen. <laughs> Ooi, ooi, oi. Wow. Nee, dit is dus allemaal niet zo. Nee, dat moet je niet doen. Nee. <laughs> uh, zin moet je maken. Nou, weet je, het klinkt natuurlijk super fout. Uh, dus, dus, mijn eerste neiging is om te zeggen: nee, tuurlijk niet. Luister naar of je er zelf zin in hebt of niet. Maar ik weet wel dat als het lastiger kan zijn in bed of je hebt erectieproblemen, dat het soms. Um, werd het echt aangeraden door een seksuoloog. om even je over een bepaalde drempel heen te zetten. Om je uit een soort van. Loop te halen van, nou, ik ben bang dat het niet lukt, dus ik doe het maar niet. Of zo. Je hebt toch ook wel eens. Oké, okay, stel je voor, je ligt uh, op de bank met je partner, uh, uh, chips eten en uh, er is ergens een, uh, een feestje of zo, maar je, hebt, je ligt op de bank, en je hebt eigenlijk geen zin om naar het feestje te gaan. En dan, uh, je hebt eigenlijk geen zin om te gaan, maar je denkt, oké, okay, nou, laten we gewoon, uh, we gaan nu even wat drinken mm -hmm. en we, ga, we hebben er zin in en we, we gaan er gewoon heen. En aan het einde van de avond ben je naar het feestje geweest. Was het best wel leuk? En ben je blij dat je naar dat ja. feestje bent gegaan? Zo moet je even dat drempeltje over. Je moet even, oké, okay, nee, we gaan het gewoon leuk maken, we gaan het gewoon doen. En dan ben je uiteindelijk blij dat je bent gegaan, dat je het hebt gedaan. Ja, maar. Snap je? Ik, soms. Ik, ja, heel niet, vaak ook. Niet ook altijd. Niet. <lacht> <lacht> niet altijd. Dit is denk ik eerder als je misschien <laughs> een lange relatie hebt en denkt. en een soort van in een routine komt. Ja, ook onze. Daar dacht ik eigenlijk aan. Ook. ook even shout-out naar Leslie. Mm -hmm. um, zij heeft uh, drie kinderen en al een lange relatie. En zij zegt soms, zetten we gewoon even Netflix pauze pauze. Nee, nu moeten we stoppen. Gaan we het gewoon even, even doen. Maar ja. ik denk, we oh gaan maar. het gewoon doen. <laughs> ja. Maar dat is niet, echt lang niet altijd zo. Ik vind het wel interessant wat jullie allebei zeggen. Want dit laat al zien dat Ralf bijvoorbeeld weer een heel ander type is in dat soort dingen dan ik. En volgens hm. Australische seksuoloog Sandra Pertrot. Zijn er ook tien libidotypes? Oh. Waardoor oh. jouw seksdrijf geactiveerd wordt? En dat uitzicht dus bij iedereen anders. En het is heel chill om voor jezelf te herkennen welk type jij een beetje bent en welk type jouw partner een beetje is. Dan kun je dat bespreekbaar maken. En dan kun je gaan kijken van oké, okay, hoe vinden we hierin een match in ons seksleven? En welke ben jij? Nou, ik. Ik heb dus een paar types gevonden. Het zijn er in totaal tien. Dus het zijn er iets te veel om ze allemaal te benoemen. Want er staat ook een hele. Het is echt heel leuk om te lezen. Ze heeft ook een boek over geschreven. Er staat een hele omschrijving van wat je dan kan doen. En hoe je met elkaar beter om kan gaan. Dus ik denk dat het heel hulp kan zijn. Oh, wow, maar wacht. Wat, wat is een libido-type? Nou, je hebt bijvoorbeeld het sensuele libido-type. En er staat: Voor jou is seks een fysieke uiting van de emotionele band tussen jou en je partner. Waarbij uh, intimiteit boven prestatie gaat. Het klinkt ah. voor mij als iedereen. Of is dat nou heel... Nee, je hebt ook het afhankelijke libido type. En dan heb je seks nodig om je geliefd te voelen en om met stress om te gaan. Je mm. weet toch wel. Ik zie dat wel eens in van die films. Dat, dat je dan uh, ziet dan ja schatje, even anders kan ik niet slapen. Toevallig ja. laatste oh Gooi ze oh vrouwen. Ja, okay. En toen ah. gaf ze zo'n zakdoekje, Cheryl. En toen zei ze, nou doe het maar zelf, Martin. Cheryl. Cheryl. <laughs> Cheryl, Martin. Hey, maar dit is dat Weet je nog dat ik het had over, uh, over de super like? als ja. uh, in seks, dat is ja. denk ik een beetje dit. Dat dus, ja, je maar... hebt seks nodig om je geliefd te uh, voelen. Dus dat het een, dat het een soort uh, manier van bevestiging <laughs> is van, uh, uh, van jezelf... op het moment dat je uh, met iemand naar bed gaat. Ik denk niet dat ja. dat het een heel gezonde, uh, gezonde vorm is van uh, libido oh. hebben. Nee, het, het zijn ook niet allemaal gezonde libidotypes, nee, precies. Nee. maar ze zijn er. Je ja, hebt bijvoorbeeld ook nog het gestresste libidotype... en daar kan ik me ook wel in vinden... Je hebt behoefte aan seksuele bevrediging. Maar je ervaart faalangst angst over je prestaties in bed. Je bent bang dat je partner niet genoeg kunt bevredigen. Ah. Dus als je dan seks hebt, dat je alleen maar bezig bent met hoe, hoe is het voor de ander. En dat je dan eigenlijk helemaal niet bezig bent met de intimiteit. Of hoe het ook fijn is voor jou. Kan je ook meerdere tegelijk zijn? Want ik herken alles. Herken je alles? Ja, dat ja, kan ook schoon. Okay. Kijk, het <laughs> maakt schat. niet uit wat het is, het, het gaat erom of je er iets mee kunt. Maar ervaar jij bijvoorbeeld um, problemen in je seksleven of in je libido? Want je zei net mm. bijvoorbeeld dat jij wel vaker wilt dan je vriend. Um, kun je daar wat over vertellen? Ja, ik heb dit eigenlijk altijd al gehad. Uh, okay. Nou trouwens, op één iemand na heb ik altijd al net iets meer libido gehad dan de ander of, of zin in seks. Uh, en dat is soms echt wel lastig omdat uh, je moet zorgen dat het niet. Gaat voelen als een afwijzing. Want dat is niet zo. Ja. En, en pas als je zo gaat denken, dat heb ik ook wel eens gehad, dan. Uh, ja, dat wordt gewoon heel vervelend. Dan wordt het heel. Dat is voor niemand leuk. Um, en. Oh, wow, maar misschien. Aan welke kant wil je liever zitten? Ja. Wil je liever degene zijn die minder zin in seks heeft dan je partner? Of meer? Ik zin denk in seks? minder. Want dan mis je niet. Nee, want minder is ook niet leuk. Want jij ziet ook dat je partner. Dan zelf een beetje teleurgesteld is. Want je kunt je partner ook niet geven wat diegene. Ja, wil. dan voelde het de hele tijd alsof je partner teleurstelt. Ja, maar ja. dat voelde ook voor, de, voor, voor mij. Dus beter teleurgesteld en niet geil dan. <laughs> ja, oké. Okay. Teleurgesteld kant zit er aan en niet geil dan teleurgesteld en ook nog eens heel ja. <laughs> Oké. Okay, maar ja. ik heb hier best wel een oplossing in gevonden. Want... Oh, wat wat wij soms doen is dat ik langs ga masturberen. En dat hij er wel bij is soort van ja dat is ook dat is ook seks maar dat mm -hmm. is dan een manier van seks die dan soms voor de ander nog wel heel leuk is zonder dat het helemaal oh, maar, van beide kanten komt. Maar kijkt hij dan hoe jij dat Gaat doet? Gaat het meestal of... op zijn stoel in een uh, hoekje zitten? <laughs> ja, nee, Dat nee, is nee, nee. ik het voor me zien? Nee, nee, nee. Gewoon wel echt samen in bed knuffelen, zoenen, aanraken, dat soort dingen. Maar niet oh. dat hij zelf iets met zijn lichaam doet of dat ik het met hem hm. doe. Ja, precies. Tip van de zaak. Ja, dus je hebt het er wel over gehad. Ja. Oké, okay, goed gedaan. Dankjewel. Um, ik wil sowieso nog zeggen dat er geen goed of slecht in libido is. Het draait om dat jij comfortabel bent met jezelf en jezelf gewoon accepteert waar je behoefte aan hebt. Maar als het probleem veroorzaakt met een partner is het wel belangrijk om het te onderzoeken, om het erover te hebben. Want ik denk wel dat dat één van de meest voorkomende problemen is in een relatie. Toch wel vaak waar elke relatie waar je wel eens een conflict over hebt, mm -hmm. toch? Ik over denk, die verschillen mm, in um, behoefte de... aan seks. Ja, het klinkt misschien stom, maar ik denk eigenlijk wel dat er... Goede en slechte soorten van libido's zijn. Wat dan? Nou ja, kijk, als jij een hele als jij een, een afhankelijk libido creëert, dan zorg je dus eigenlijk voor dat jij dat je seksus uh, bindt aan, aan bevestiging en aan zelfliefde of dat soort dingen. En uh, kijk, het kan, het kan gebeuren dat je dat hebt, maar ik zou het niet. Ik zou dan niet denken van oh dat is volkomen uh, goed. Ofzo, ik zou nee, maar... wel het probleem daarvan inzien. Ja, dan, he dan heeft het ook een onderliggende gedachte. Dus het komt waarschijnlijk uit een gebrek aan eigenwaarde of Bij zelfvertrouwen voorbeeld. dat ja. je dat nodig hebt. Dus dan heeft het eigenlijk ook niet meer echt met je zin in seks te maken. Uh, nee, nee, de zin in. Nou ja, misschien wel. Die zin in seks kan een soort resultaat daarvan zijn. En dan voelt het als, oh, ik heb zin in seks of om met iemand uh, te neuken. Ja, alleen precies. komt dat dan vanuit een soort dieperliggend probleem van oh, ik wil uh, erkend worden ofzo. Dat is ook iets moois om te onderzoeken om bij stil te staan. Ja, misschien is het uh, niet erg als het een deel is van je erkenning, maar als het je hele fundament is. Weet je wel, als je als je denkt van oh, ik ik moet even nu aandacht van diegene, het kan alleen zo, dan wordt het problematisch. Ja. ja, want dat vroeg me dus af. Want wanneer is het dan, kijk, in een relatie is het lastig. Om dan te zeggen van, oké, okay, dit is een probleem of niet. Want dan botst het sneller. Maar als je geen partner hebt, wanneer is zoiets dan een probleem? Nou, ik, heb, ik herkende dit best wel. Van dus dat je een soort van erkenning zoekt in seks. En ja. ik denk ook dat in, mijn, in de relatie die ik heb gehad, was het soms wel een probleem. Dat ik, dat, daar hadden we het dan ook wel veel over. Dat ik, ik had dus kennelijk nodig om met, ook met andere mensen naar bed te gaan. Oh, Ergens ja. om een soort uh, ja, andere, andere soort van bevestiging te voelen, die ik dan ook van haar kreeg, maar dat had ik dan kennelijk ook nog nodig van andere ja. mensen of zo. En dat werd best een probleem soms van ja, want ja. Ik, ik wilde dat dan graag. Um, dus in die zin is het denk ik niet, ja, kan het dus echt wel voor frictie zorgen in je, in je relatie. Is ja. het misschien ook dat als je die seks dan hebt gehad, dat je dan alsnog niet per se die voldoening hebt die je zocht? Eh. Uh, dat dit soort van ja uiteindelijk behoefte. <laughs> uiteindelijk uiteindelijk is het denk ik een hele inderdaad korte termijn ja. korte termijn fun want je krijgt dus even die bevestiging En denkt oh leuk en uh, helemaal verliefd voor avond. en dan daarna dan uh, ja dan dan was dat het zeg maar het is yeah. niet alsof je dan daarna super helemaal uh, ja en dan weer opnieuw ja. want ging ja. het echt om die bevestiging of ook het avontuur of de ook dingen? natuurlijk natuurlijk ik, dus ik weet niet het, het is niet volledig, maar ik herkende ja. wel soms. En nu, als je dat weer zo zegt, denk ik wel van ja, herken ik, herken ik wel dat je dus soms seks koppelt aan een, een bevestiging van oh, dat, uh, ja, diegene precies. vindt mij dus leuk. Maar ja. bijvoorbeeld in een relatie dat je al weet, nou ja, weet dat het goed zit en verliefd bent, allebei heb je dan ook periodes gehad dat jullie minder seks hadden? Uh, ja, waar lag dat dan aan? Dat weet ik eigenlijk nooit. Als, en het is ook een, een moeilijke wisselwerking, denk ik. Dus een relatie gaat misschien wat slechter... op het moment dat je minder seks hebt. Maar het kan ook zijn dat je relatie minder goed verloopt... waardoor je minder seks hebt. Ja, ja maar je relatie loopt slechter omdat je minder seks hebt. Het hoeft toch ja. helemaal niks te betekenen. Nee, maar je kan soort van... Uh, op het moment dat je, als, dat je met je partner lang geen seks hebt... dan kan dat misschien in je relatie voor wat frictie gaan zorgen. Also, niet, niet, ja, want kan ook dat het helemaal niet dat veroorzaakt toch? Als in. Nou, dat kan wel. Dus als je dus heel erg verschilt in die libido en de een heeft meer behoefte dan de ander, dan zorgt dat voor frictie. Ja, dat wel. Maar ik bedoel, uh, ik denk dat het heel normaal is om in een relatie soms aan het begin misschien drie keer per week, dan één keer, dan heb je het allebei druk, doe je het een maand niet, ja. dan weer is het ineens heb je meer een opbloeiing en doe je het weer vier keer per week, snap je? Ja, dus het het fluctueert heel erg. Um hebben jullie wel eens gewoon voor langere periode dat je dacht van... Oké, okay, nu merk ik wel echt dat ik gewoon minder zin heb. In een relatie? Ja, of gewoon sowieso. Ja, wel buiten een relatie. Omdat ik dan niet door een specifiek iemand geprikkeld werd. En ja. dat werkt voor mij dan het best. En dan ja, denk ik, ik, ja, boeit me ook helemaal niet zoveel. Vooral one night stands vind ik nooit zo boeiend. Dus nee. dan wordt het allemaal wat minder aantrekkelijk. En dan later kom je gewoon weer in een sexual era. Dat gaat allemaal op en neer. Ik vind dat ook allemaal zo gek als mensen dan... Uh, bij vriendinnen gaan vergelijken van hoe vaak doe jij het per week en dat iemand zich dan helemaal kut voelt dat het één keer per week is of dat ze zeggen ja je moet drie keer per week He, je maar, moet echt helemaal niks ja maar waarom vind je dat gek want dat is wel wat er veel gebeurt en jij hebt dan een soort van die awakening gehad van het boeit niks maar heel veel mensen en ik merk dat ook bij mijzelf en mensen om mij heen die hebben wel van die maatstaven bedacht van als ik een gezonde relatie heb moet ik minimaal drie keer per seks drie keer per week seks want al mijn vrienden hebben dat ook Eén, dat is onzin, denk ik. Sowieso niet. Dat al je nee. vrienden dat hebben. En twee. Ja, denk je echt dat. Want daar had ik ja. het laatst ook over met vriendinnen. Van is dat wel zo dat zijn vrienden zo vaak seks hebben? Of lullen die maar wel? Ik denk, ja, dat, het lijkt me sterk dat dat. Het gros van je vrienden allemaal drie keer per week seks heeft voor een hele lange tijd. Laat maar, zeggen. Yeah. maar ik kijk, het is gewoon een probleem als jij het een probleem vindt. Dus als jij nooit seks hebt en je vindt dat helemaal prima, nou, dan is er niks aan de hand. Ja, als je precies. één keer per week hebt, die vindt allebei prima niks aan de hand. Yeah. Maar stel je hebt drie keer per week seks en je vindt dat allebei te veel wel wat aan de hand. Ja. Yeah. Gewoon, maakt echt helemaal niks uit. Al, yeah. Alleen het is vervelend voor jullie als het niet op één lijn ligt. Dus je maakt het eigenlijk juist een probleem door te gaan vergelijken. Dus misschien ja. ben jij wel gewoon heel blij en tevreden met je seksleven. Maar juist ja. als je het met anderen over gaat hebben en hoort van oh, maar ik doe het veel vaker. Dat, dat... hoeft niet erg te zijn. Het probleem is de onzekerheid. Of het idee dat je dat ook moet doen. Ja, je mag dat vergelijken, ja. gewoon voor de fun. Ja. Oh, ik doe het zo vaak. Oh, oké. Okay. Um, wat denken jullie dat um, nog meer oorzaken kunnen zijn voor een laag libido? Hmm. Ik zou zeggen weinig energie. Dus dat je als je heel druk bent. En je bent met allemaal andere dingen bezig. Uh, en je bent moe. Dat je gewoon minder zin hebt om uh, seks te hebben. Ja, sowieso. Laag uh, zelfbeeld, uh, anticonceptie. Um, slecht, uh, als het slecht gaat in je relatie. Wow. Uh, ongezond eten. Jullie hebben ze dus bijna allemaal. Okay. Wow. E een van de grootste redenen is de stress, inderdaad. Want dan staat je hoofd gewoon niet naar seks. Je bent alleen maar bezig met bijvoorbeeld werk. Stress door werk of je voelt prestatiedruk. En um, ja, als je dan merkt van oh, ik ben helemaal niet met seks bezig of mijn, ik heb geen aandacht, seksuele aandacht voor mijn partner. Ik voel dat niet. Dan is het misschien ook een soort van wake-up call van oh, wat gaat er wel om in mijn hoofd? En dan zie je pas in hoeveel invloed het eigenlijk heeft. Ja. En uh, verder ook dus hormoonschommelingen, relatieproblemen als het minder lekker loopt in je relatie. Heb je ook gewoon minder zin om elkaar te neuken? Ja. <laughs> um, me bepaalde medicatie en drugs. Um, mm. Verslaving, dat is ook wel. Oh ja. Vrij logisch, want dat is. En zij, het... seksverslaving is. Ja, inderdaad. Los van seksverslaving. <laughs> <laughs> het is bijvoorbeeld als jij heel veel plezier al haalt uit bepaalde drugs. dat je daar niet eens meer aan denkt. omdat je alleen maar. ja, ik weet niet ja. hoe ik dit kan uitleggen. Mijn ex, die dronk altijd uh, twee biertjes per dag. en toen. Werd hij moe en viel hij in slaap. Toen dacht ik van oh ja, maar eigenlijk <laughs> kunnen we hierdoor ook niet meer echt iets samen doen. Ja. Nee, want hij denkt dan alleen maar aan die twee biertjes die hij ja. kon drinken en dat was goed genoeg voor hem. Ja. En daar werd, werd hij dan op zijn manier blij van. Um, en bepaalde dingen in je levensstijl, dus ongezond eten, veel alcohol drinken. Als je altijd een kater hebt, werkt het ook niet echt mee. Hmm. Dat oh, ik heb je... juist wel eens in de seks met een kater. Dat, ja. Echt? Ja. ja. Ja, want dan staat je brein half uit. En dan kan je helemaal van meer uh, oh. zien. Oh my, dit, is dan oh, weer is het, dit is dan weer het verschil. Yeah. Want ik heb bijvoorbeeld echt die intimiteit <laughs> nodig. En die liefde. En die voel ik niet als ik een kater heb. Maar jij denkt gewoon hoofd uit. En uh... uh, gaan met die banaan. Oh, interessant. <laughs> <laughs> Dat is mooi om te zien, hè? <laughs> <laughs> Zijn we toch verschillend allemaal hier bij de NPO? Oh, wat ene <laughs> Wauw. <Wow. laughs> En um, nou, wat ook is, wat ik zelf bijvoorbeeld had, ik was dus voor een langere periode best wel depressief en dan staat je hoofd er ook gewoon niet naar. Het is gewoon het laatste waar je aan denkt. En um, wat daar ook vaak mee gepaard gaat, is heel veel onzekerheid en een laag zelfbeeld. En dan kun je misschien ook niet geloven dat iemand het fijn met jou kan hebben in bed. En dan ga je ook een soort van voor jezelf invullen van dan beter niet. Ja. Um, en wat ook een eentje is, waar het net ook over, hadden, dat je niet kan vinden in het beeld van hoe seks moet zijn. Hmm. Dus dat het voor jou niet fijn is. Of dat je bijvoorbeeld ja, nog niet iemand hebt gevonden die met jou matcht op die manier. Of door groepsdruk of wat je om je heen hoort, dat je daar gewoon totaal niet in kan vinden. En dan denk je van, is er iets mis met mij? Maar daar, dat is, er is geen goed of fout. Maar als je één bepaald beeld meekrijgt dan, en jij wijkt ervan af, dan ja. ga je dat al wel snel denken. Is het niet heel leuk om die tien soorten libido hieronder te linken? Ja, dat zou je wel kunnen doen. Nou, dan uh, staat die nu onder de YouTube-video is... gelinkt. Als een artikel. <laughs> een soort van test. Welke libido-type ja, ben precies. jij? En heel dan kunnen leuk. jullie ook een beetje meelezen. Maar um, ja, dit zijn dus, kunnen dus redenen zijn dat je libido of je zin in seks gewoon wat lager is. Mm -hmm. Hebben jullie tips om het weer omhoog te krijgen? Mijn pik. <laughs> oh, ik dacht dat je tip. De pik was van jou. Nee, nee, nee Om je ah, pik wil ah. mogen te krijgen. <laughs> Mijn dik gaat jou helpen. Ik ga jou veranderen. I'm gonna fix you. <laughs> um, lekker. Uh, lekker op vakantie gaan. Op, vakantie, uh, op nou? vakantie heb je toch altijd zin om uh, te seksen? Waarom is dat? dat is dat, is dat niet, dan ook... nee, niet Lekker ja, maar... warm, uh, zomer, dat schaars moet ook gekleed. Ook... Schaar. Nee, dat moet sowieso ook stress gerelateerd zijn. Kan. Op vakantie hoef je alleen maar vakantie te vieren. Ja, lekker chillen. Je hebt toch niet zoveel te doen. Ja, en dat In je dan In de dat lente eerder... word ik geld trouwens. Dat Heb is je dat de ook? Lente kriebels, ja. Dan ja. wil ik gewoon kinderen dat maken. Dan... Ja. Ja. Eieren leggen. <laughs> maar waarom is dat? Omdat mensen dan schaarser gekleed zijn, inderdaad? Of... Ja, kijk, dat doet sowieso iets met me. Uh, wat? Oh, ik ga nou opletten op, nee, letten nee. op wat ik... wil <laughs> helemaal niet bewust van zijn. Ik... <laughs> Hoe het? Ik negeer dat. Ik ontken dat al. Ik denk daar helemaal niet aan. Jij wordt niet... Hitsig als je schaars geklede mensen ziet. Lieg dan. Lieg, nee, ja, durf ja, durf moet... te liegen <laughs> tegen mij. Lieg nu tegen mij. Nee, je hebt wel gelijk. Ja, zie je nou? Tuurlijk. Maar wat je kan doen om het te verhogen als je het wel een probleem vindt, is um, regelmatig sporten. Hm. Want um, dat kan je bloedsomloop verbeteren en je stress verminderen. Wat leidt tot een verhoogde libido. Ja. Yeah. En het verbetert ook je zelfbeeld. Want als je meer sport, oh, ja. dan zit je misschien beter in je vel. Je bent wat meer tevreden over jezelf. En dan krijg je ook gewoon meer behoefte om um, jezelf, te, je lichaam te delen. Ja, ja. Want wat is het dan? Als je, dus, als je jezelf dus sexy vindt, dan wil je meer seks hebben. Want dan oh, nou, dat... Dat, dat heb ik meer. Ja, eigenlijk heb ik dat wel. Ja. Als ik goed in mijn vel zit en denk van, oh, je ziet er echt goed uit, dan ben ik ook zelfzekerder als ik seks heb. Ja, of die blokkades zijn er gewoon af. Het is, een soort van... uh, ja. Het is gewoon een soort van mindset. Oké. Okay. Heb je dat echt niet? Kun jij gewoon altijd... Kan, wat kan ik altijd? Kun je gewoon altijd seks hebben? Ik... Nee, nu niet, bijvoorbeeld. Nee, maar ik bedoel... <laughs> Oké, okay, ik ga een voorbeeld geven. Ik heb bijvoorbeeld... Soms ik vind Chinees eten heel lekker, maar ik vind het misgaan. <laughs> <laughs> ja, sorry, oké. Okay. Nou als ik een heel Bami op heb, de lumpia's, tomatensoep <laughs> en heel veel kroephoek, voel ik me niet sexy. En dit is ga precies, Ik niet neuken. Dit is precies wat ze aten in de swingersclub. Ja. Moet je ja, maar daar zat ik zo van te kijken. Want dat, sorry, maar dan voel ik mij ook gewoon een vette vreedzak. En dan voel ik niet de behoefte om te neuken. ja, ja Dus je voelt je gewoon niet sexy en heb je gewoon geen zin om dat uh, met nee. te doen. Nee, oké, okay, dat begrijp ik. Ik sluit ja. me erbij aan. En dan wil ik niet zeggen dat, dat ik per se heel slank moet zijn om seks te hebben. Of dat dat de maatstaf is, maar gewoon hoe je jezelf voelt. Ik heb een tip van een uh, seksuoloog. En Oeh. dat is als je lang geen seks hebt gehad of je vindt het spannend, je wil je libido verhogen... Uh, dan hoef je er ook niet meteen helemaal van A tot Z, van A tot zaad aan te geloven. Nee, nee. <laughs> nee, maar je kan ook, want soms voelt het dan alsof je dan helemaal alles moet doen en dan denk je wat als ik dat niet wil? Je kan ook gewoon denken van oké, okay, we beginnen met alleen een intieme massage. Dat je gewoon en waarschijnlijk gaat het dan toch wel verder of niet. En dat is ook niet erg. Maar dan leg je die lat zoveel lager of je denkt alleen we gaan alleen zoenen of alleen even deze aanraking doen. Oh ja, oké, okay, dus je hoeft seks niet te zien in zijn geheel als ja. dat allemaal. Ja. ja, maar je pakt gewoon een klein stukje. Ik ga gewoon je hand vasthouden. Ja. En dan kijken we waar het gaat. Toch? Ja. Of waar het schip strandt. Ja, precies. Maar en de meeste strand die best werkt. Dat is gewoon een stapjes meer intimiteit ja. terugbrengen. En dat hoeft inderdaad niet gelijk uh, pik in kut en uh, neuter erop los. Ja. Of pik in kont. Of oh, ik ja. in kut. in je mond. mond op um, kut. Nog een tip is masturberen. Dit zorgt ervoor dat je comfortabeler wordt met je seksualiteit. En met wat jij fijn vindt. En hou je op deze manier de motor draaien. Goeie hè? <laughs> um, en um, nog dingen om wat rustiger in je hoofd te worden. Dus vooral, ja, het grootste is inderdaad gewoon stress. En uh, gun jezelf wat meer rust in je hoofd. En goede seks, gun jezelf dat. Stelling 2. Als je als man een laag libido hebt, ben je geen echte man. Oh, nee. Wat is een echte man? Ik moest even binnen monsparven. De fine man. Nee. Nee, <laughs> nee, natuurlijk niet, ten eerste. Want wat, wanneer ben je een echte man? Ik vind dat een beetje een gek vraag. Nou, het is wel zo dat er een bepaald beeld over seksdrijf onder mannen is. Geschetst, dat mannen altijd zin moeten hebben. En dat is wat ik meekrijg. Misschien krijg ja. ik niet mee, ja. Dat mannen altijd sowieso altijd meer zin hebben dan vrouwen. En ik kan me voorstellen dat als je als jongen net aan seks begint, dat je om je heen hoort van. Oh, ik heb zo vaak seks en ik moet zo vaak neuken. En ik heb deze geneukt. En die. En oh, kijk hoe knap zij is lekker wijf. Dat er best wel veel over gepraat wordt. En um, Misschien een beetje een giftig beeld over wordt geschetst, over waar je als man aan moet voldoen. Qua hoe vaak je seks hebt en met wie. En... Ja. Heb je dat ooit gevoeld? Nee, ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat als het daar veel over gaat en je soort van en het daarop gefixeerd is, dat je als man dan snel kan denken van oh, wow, ik kan hier niet in mee. Ik heb hier geen zin in, ik kan me hier niet in vinden. Ja. Maar dat dan minder makkelijk uit. Ja, want je denkt dat dat dan uh, de standaard is, de, de norm is, ja. ja maar daar gaat het mij een beetje om. Van voel je die druk? Want ik heb wel het idee dat dat veel gebeurt. Misschien ook vriendengroepen onder elkaar, wat we net ook al zeiden. Dat als mensen zeggen dat ze bijna elke dag seks hebben, dat het hoeft ook niet eens waar te zijn. Ja. Mm, yeah. Voel je een beetje die druk van? Of hebben jullie dat ooit meegekregen? Ik, nee, ik voel persoonlijk niet uh, niet die druk. Nee. <laughs> ik kan me wel voorstellen dat stel je zit in een vriendengroep met mannen en eh, dat het dan en het gaat over seks en neuken. En jij voelt dat niet zo dat het makkelijker is om gewoon even mee te lachen of niks te zeggen. Mm -hmm. dan er tegenin te gaan of, of, een, of een nieuwe winter in brengen. Maar stel, meerdere mensen doen dat. En ondertussen neem je het wel mee naar huis, dat idee. En jij merkt dat dat kan toch in je gaan zitten. Ik ervaar het stereotype ook niet zo. Ik, als ik kijk naar vrouwen en als ik die vergelijk met mannen om me heen. dan heb ik echt niet het idee dat, dat die mannen veel, veel geiler zijn dan al die vrouwen eigenlijk. Nou, het wordt denk ik wel echt vanaf jongs af aan heel erg op je gelegd. En dan nog meer als man. Dus sowieso gaat het in de wereld heel erg over elke film, serie, boek, lied: seks, 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 seks. Dat ervaarde heel erg, ik heel erg, omdat ik vroeger heel erg last had met seks en klaarkomen. Dus ik was er yeah. gefrustreerd over. Dus dan ga je het overal merken. Maar echt. Als je dan kijkt naar de verjaardagskaarten die een jongen krijgt, zijn er zo vaak van die soort van vrouw met dikke en zo baby en nee. Ja. Waarom moet het constant daarover gaan? Het lijkt me fucking irritant als je daar niet in kan vinden, toch? Ja, klopt. Maar dat, dat is ook zeg maar. Um, wat komt, waardoor bij vrouwen de gedachte is dat de zin in seks minder is. Het is niet per se dat de zin in seks minder is. Maar het is gewoon dat het voor vrouwen, uit ervaringen gewoon vaak minder fijn is. En dat in heteroseksuele seks, seks meer op het mannelijke genot gericht is. En wat minder op de vrouw zien we in. in bijna kloof. Alles terug. In daar de, heb je hem. Daar heb je meer. Orgasmeloofd. <laughs> maar daardoor is het niet zozeer dat vrouwen minder, seks, minder zin hebben in seks. Maar gewoon de verwachting is anders dan bij mannen. En dat gaat het een beetje aantasten. Het resultaat is anders. Dan soms denk ik ook, ja, ik zou wel seks willen. Maar wel vroeger in, in. Of met One Night Stands. Van, ik heb wel zin in seks. Zoals het in mijn hoofd is, maar niet zoals het gaat. Ja, ik had een keer een gesprek met iemand en die zei: Van ja, denk je nou echt dat ik dan uh, zin heb om met iemand mee naar huis te gaan, die dan uh, na een paar minuten klaar is en dat ja. er dan bij mij niks is gebeurd en dan lig ik daar, en moet ik weer naar huis. Ja, ja. Dan ga ik liever gewoon dat niet doen. Ja, precies ja. wat ik denk. Wauw, ja, maar dat is, echt is het ook. Want het is niet zo dat je er geen zin in hebt nee. of en het niet wil. En dan heb ik wel eens geprobeerd om daar wat van te zeggen, maar uh, dat kan ook heel erg goed gaan, maar het kan ook. Helemaal niet goed opgevangen worden, of dat iemand denkt: daar heb ik helemaal geen zin in, of diegene kan het niet, of hij gelooft het niet. Maar was het dan daarna? Dus je hebt kutseks gehad en dan zeg nee, je: Nee, nee, nee. Oh. Van tevoren: van, hé, hey, uh, ik ben roos en ik kan niet zo goed klaarkomen van penetratie, dus ik heb wel meer nodig gehad. Hé, na, <laughs> hé, nee, oh, wat kut, wat kut. Oh, dat lijkt me fucking kut. Oh, mijn god. <laughs> nee, ik ken niemand die dat heeft. Al iedereen die ik heb geneukt oh, wow. heeft dat niet. Dat nou, denk ik niet. Kan ik me niet toestaan? eens meer. Ja, snap ik. En dat is echt vaak gebeurd. Ja. Ja. Maar ik heb Roos, ook mee pech. Jij bent niet goed in seks, want je kan niet goed klaarkomen. Ja. Uh, yeah. <laughs> <laughs> maar daarom zit ik nu wel hier mijn trauma's mee te nemen voor jullie. Anyway. We zijn heel blij met je. Een lachende. <laughs> You're welcome. <laughs> maar jongens, we hebben ja. dus de hele podcast al over libido. Mm -hmm. Dus, um, en ik kwam er niet helemaal uit. Dus ik heb hulp ingeschakeld van seksologe Jolien Spoelstra. Lekker, en zij heeft gaan. ook een heel interessant boek geschreven. Dus dat is ook heel leuk, zoek er zeker op. Um, en ik vroeg van haar, hoe zit het nou hebben? Mannen een hoger libido dan vrouwen? Wat is een libido precies? Want ik kom er niet uit. En zij vertelde mij, Tegenwoordig wordt in de wereld van seksologie eigenlijk niet meer van libido gesproken. Hè? Ja. De zin in seks is geen drift of levensbehoefte en ook niet soort verlangen waar de een al eenmaal meer van heeft en de ander minder. De zin in seks ontstaat door drie dingen. Daar komt ie. De juiste seksuele prikkels, en dat is dan fysiek of mentaal, de juiste omstandigheden en een positieve verwachting van de uitkomst. En dan is het wel dat de ene gewoon gevoeliger is voor de prikkels dan de ander, maar dat is niet per se dat het van nature al meer ...seksdrift in zit. Dus je kan wel van nature prikkelbaarder zijn... ...voor de dingen die naar seks en geilheid leiden? Ja. Maar dat willen ze niet meer een libido noemen? Nee. Want? Want het is niet zo dat dat iets is wat al voor jou vaststaat. Van hmm. Dit is mijn libido, ik heb eenmaal een hoger libido. Het verschilt okay. gewoon. Het kan door drie factoren dus verschillen... En ook door verschillende prikkels. En de een is daar gevoeliger voor maar dan de ik... ander, maar hoeft ook niet altijd te zijn. Aha. Maar is je libido dan niet gewoon in hoeverre je vatbaar bent voor externe prikkels? Nee, want het heeft dus ook te maken met de juiste omstandigheden en positieve verwachtingen van de uitkomst. Het is complexer, dus ze willen gewoon van het woord af. Ja, het is inderdaad veel complexer. Want als jij geen um, fijne associaties hebt met seks. Dan ja. is het niet zo dat jij nooit meer zin kan hebben in seks. Maar gewoon iets wat aan te pakken is. En daarna kan het gewoon nog leuk worden. Dus je zit ja. niet vast aan een bepaalde seksdrive wat bij jou past of niet. Ja, het is in ieder geval niet dat beeld van... Ja, je wordt geboren met een hoog libido of laag libido en, en dat is het. Ja, en dat mannen een hoger libido ja. horen te hebben dan vrouwen... Dat is het gewoon niet meer. Of dat je in een relatie in het begin altijd meer moet zijn dan... Hm. Zeg maar die vaste ideeën. Ik denk dat ze daar gewoon los van willen komen. En ik denk dat dat alleen maar beter is. Nou, gelukkig dat... hebben we net niet honderd keer libido. <laughs> <laughs> ja, we zijn er vanaf. Ja, vanaf, ja, is vanaf nu we niet gooien meer. hem weg. Ja, we gooi hem weg. Oké. Okay. Skip dat moment van de week. Zonder Emma is dit helemaal niks aan. Oh nee. <laughs> yeah. <laughs> is dit niet? Ach, waar stond het? Zonder het niet onder. Jouw video. Nee, dit was in de smartshop. Ralf en ik aan het werk. Oh, jij werd vergeleken met Emma. Oh nee, nee wij, wij allebei. Nee, wij zonder nee. Emma is het helemaal Misschien. niks. Aan. Normaal word ik vergeleken met Emma. Ja, nee, maar er is dus geen vergelijking. Hij vindt het gewoon kut. Hij vindt het gewoon saai ja. zonder Emma. Oh. Snap ik wel. Ik, nee. uh, ik uh, vond het ook altijd heel leuk uh, om ja. uh, Emma te dat zien. ook. Ik ben ja, ik ook, ook al de alle, oude series aan het terugkijken. Emma's peepshow en uh, Emma's eerste keer. Ja man, zij zorgt gewoon voor sensatie. Als je gewoon naar haar kijkt en uit een beetje, gewoon dat het grappig wordt. Ja, ja. ja maar dat heb ik met Jure ook. En Jure ja, ook. 100%. Dat is waar. Ook. Ja, zeker. Ja. Ja, wij vinden ja. het ook allemaal heel kut. <laughs> dus ja. Nee, ik ben ja. het eigenlijk wel met een je eens. Ja. Wij ja. vinden het ook ja. jammer dat jullie het met ons moeten doen. Sterker nog, ik heb hem gekomen. Ja. <laughs> <laughs> Misschien heeft Emma hem gekomen. <laughs> <laughs> Oké okay, jongens, dat was hem alweer. Um, thanks voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op onze socials. Ads, spuiten en slikken. Hey, en uh, waar worden jullie nou het meest geil van? Oh, me van ja, ik en de Alice. Chocolade. Frans Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks. En drugs.